Suriname krijgt een fabriek voor medicamenten, zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een regeringspersconferentie. Het staatshoofd gaf een uiteenzetting over wat er meer gedaan zal worden om de gezondheidszorg in Suriname de komende tijd te verbeteren. Medicamenten die moeten er zijn. De overeenkomst zijn getekend met verschillende landen. De bedoeling is dat Suriname een eigen medicamentenfabriek zal krijgen. We hebben enorm veel medicijnen gehad voor het eerste jaar vanuit India. We zijn nu weer bezig om met andere organisaties en landen te zorgen dat we voldoende medicijnen hier op de markt hebben wat nodig is. Tegelijkertijd moeten we blijven promoten die healthy lifestyle. Daar is de duurzame oplossing van onze gezondheid. Bewegen, goede voeding. En daarvoor moeten we mensen trainen. De afspraak is dat het ministerie van Volksgezondheid veel mensen traint, afkomstig van Binnenlandse Zaken. Als gezondheidswerkers voor het basic lifestyle in de buurt om die mensen te coachen. En daar gaat op een gegeven moment je een gezondere samenleving krijgen. Maar natuurlijk ga je ziek worden een keertje, maar daarvoor moet de apparatuur zijn. Middelen zijn en dat gaan we met veel, laten we zeggen, energie en financiële middelen in investeren. Er is een bedrag van 8 miljoen euro vrijgemaakt van restant verdragsmiddelen voor de aanschaf van medische verbruiksartikelen en apparatuur, zodat specialisten hun werk kunnen doen. De samenleving krijgt zo ook de garantie dat als ze ziek worden, de juiste apparatuur beschikbaar is, zegt het staatshoofd. Maar natuurlijk moet het ook aan de reorganisatie komen van de ziekenhuizen, want er is te veel inefficiëntie in de ziekenhuizen, te veel. Waar er ook veel geld verliezen, dat is ook een prioriteit, namelijk de reorganisatie. Het brengen van voedsel voor de samenleving is ook prioriteit. En we hebben gekeken wat presentaties hier in dezezelfde zaal gaan, waar we gezien hebben wat de importprijzen zijn van de basisgoederen die vrijgesteld zijn van de BTW. En we hebben de gegevens gehad, het is prijs A, maar dezelfde producten als in de winkel komen, heeft het 4x8. De president benadrukt dat voeding rendabel moet zijn voor de samenleving, omdat het de basis vormt voor een gezond mens.